Dit is een uitleg over de voltooide tijd bij zwakke werkwoorden in het Duits. De voltooide tijd gebruik je om aan te geven dat iets in het verleden gebeurd en afgerond is. Je gebruikt hiervoor niet alleen het werkwoord dat de actie uitdrukt, zoals bijvoorbeeld hier maken, maar ook een hulpwerkwoord, zoals bijvoorbeeld hebben. De voltooide tijd van maken is: Ik heb gemaakt. Jij hebt gemaakt, enzovoort. Wat opvalt, is dat bij een bepaald persoonlijk voornaamwoord alleen het hulpwerkwoord wordt vervoegd, het voltoordeelwoord is bij ieder persoonlijk voornaamwoord hetzelfde. In het Duits zijn deze regels precies hetzelfde. Om in het Duits de voltooide tijd te maken, moet je dus eerst weten hoe hebben in het Duits hebben wordt vervoegd. Dat gaat als volgt: Ich habe, du hast, er, sie, es, hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Je ziet dat het werkwoord haben, net als het Nederlandse hebben, onregelmatig is. Er zijn geen regels. Je zult de verschillende vormen uit je hoofd moeten kennen om ze goed te gebruiken. Behalve de juiste vorm van het hulpwerkwoord haben heb je uiteraard het voltooid deelwoord nodig van het werkwoord dat de actie uitdrukt we bekijken het nederlandse werkwoord maken hoe maken we daarvan het voltooid deelwoord als eerste bepalen we de stam de stam van maken is maak daarna zetten we ge voor de stam En als laatste zetten we er een T achter. Soms eindigt het voltooid deelwoord in het Nederlands ook op een D, maar dat komt in het Duits niet voor, daar is het altijd een T. Het voltooid deelwoord in het Duits maak je op precies dezelfde manier als in het Nederlands. Een voorbeeld, het werkwoord huren. De stam is hür, vervolgens zet je g ervoor en zet je er een T achter. Gehört. Nog een voorbeeld. Het voltooid deelwoord van wonen is gewoond. En dan zijn er natuurlijk wel een paar afwijkende woorden en een paar uitzonderingen. Werkwoorden waarvan de stam eindigt op een T of een D krijgen een extra E. Dat geldt ook voor het bekende rijtje woorden met als voorbeeld öffnen. Het is dus gearbeid, gemeldet en geöffnet. De eerste uitzondering betreft alle werkwoorden die eindigen op ieren, zoals telefoneren en organiseren. Deze woorden krijgen alleen de t achter de stam. Er hoort dus geen g ge voor. De tweede uitzondering vormen de werkwoorden die een voorvoegsel hebben, zoals be of ver. Deze woorden krijgen in de voltooide tijd niet ook nog ge ervoor. Als je goed kijkt, zie je dat dit in het Nederlands precies hetzelfde is. Het klinkt voor ons dus best logisch. Hier zie je nog een keer alle stappen die je moet nemen om een zwak werkwoord in de voltooide tijd te zetten. Je kiest de juiste vorm van hebben, pas het bij het persoonlijk voornaamwoord. Dan bepaal je de stam. Je zet er GE voor en uiteindelijk een T erachter. En tenslotte zetten we nog een aantal voorbeelden op een rij. We hebben gereden. Er had gehoord. Ik heb spaziert. Ze hebben gewartet. Klaus hat gemeldet, und wir haben erwartet.